Hoe voelt het voor jou? Nu het voor het tweede jaar geen bloemencorso is, maar wel een fantastische alternatieve kunstobjectenroute. Het is heel tweeledig. Aan de ene kant mis ik het corso natuurlijk. Aan de andere kant ben ik er ook echt van overtuigd dat we een passend alternatief hebben bedacht waarmee we ons echt onderscheiden in Corsoland. Ben jij met dit idee gekomen of ja, zijn we samen met de kinderen? Nee, ik wist al wel vrij snel, op het moment dat je dahlia's van papier maakt, dan is het A, niet heel erg vies. Hè? Je wordt niet heel vies. Plus dat je dan veel gefaseerder kunt werken. Je kunt maanden van tevoren dahlia's klaarmaken. En je zit niet met 400 kinderen in een heel kort tijdsbestek met dahlia's, met echte dahlia's. Dus dat was één. Voor de dahlia kunstobjectroute hebben we een Pinterest-pagina samengesteld voor alle ontwerpers en waagbouwgroepen. En terwijl ik aan het zoeken was, kwam ik dus eigenlijk op het maken van papieren dahlia's. Ik denk, nou ja, als je er één kan maken, kan je er ook 500 maken. En dan kun je van een papieren dahlia's ook weer een dahlia maken. Dus uiteindelijk stellen het twee dahlia's voor met een bij erbij. Jullie hadden dit jaar veel eerder dat er beslissing werd genomen dat er weer een kunstobject erop te komen. En geen echte bloemencorso. Ja. Dus je had meer voorbereidingstijd. Ja. Zie je dat ook in het resultaat terug met vorig jaar vergeleken? Als ik naar de algehele route kijk, zijn echt fantastische dingen. Echt super gaaf. We hebben dit jaar ook een presentatie voor de ontwerpers gehouden. Een beetje om te gaan omdenken. Hè. Wat zijn de mogelijkheden meer die je nou hebt ten opzichte van de corso? En hoe kun je anders kijken naar een omgeving? Dus we hebben wel gevraagd om na te denken, hoe kun je een kunstwerk maken wat in een omgeving past en niet iets wat voorbij rijdt. Dus het vraagt even een omschakeling. En nou, ik geloof dat echt hele mooie dingen staan. Ik ben echt super trots op. Ja. U bent gisteren gehuldigd in de Ridder van de Oranje Nassau. Was dat een volkomen verrassing voor u? Het was echt een volkomen volslagen verrassing. Ik zat in mijn oude werkpolo, terwijl de anderen allemaal opgedoft waren. Heerlijk roken en ik liep er niet bij. Dus het was voor mij echt een volslagen verrassing. En hoe voelt dat nu voor u? Ja, een beetje onwennig nog. Ik ben heel trots en heel dankbaar. En ik vind het ook heel eervol dat het me is overkomen. Maar ik moet er wel even aan wennen. Het is toch wel heel veel bijzondere dingen in één weekend. Ja, daar komt nog bij dat onze kleindochter is geboren, Jula. Dus dat maakt het echt helemaal bijzonder, helemaal af. En je kon zelf bepalen waar je het ontwerp neerzet? Of zijn het ook vaak mensen die zeggen, ik wil graag daar het ontwerp hebben staan? Maar... Ja, nee, we hebben een tijdslimiet aangegeven. Voor een bepaalde datum geef je aan wat je wilt maken en waar je het wilt hebben laten staan. En we hebben het even in het midden gelaten of ze ook werkelijk op die plek mochten komen. Want we hebben eerst echt wel een aantal keer rondgefietst om te kijken van, nou, past iets op de juiste plek? Maar ook of je een evenredige route kunt maken. Dus of dat je niet vijf kunstwerken bij elkaar hebt en dan 2 kilometer niks en dan weer heel veel. Dus het moet wel ook een mooi totaalbeeld geven. Dus er zijn wel wagenbouwgroepen die we gevraagd hebben op een andere plek te gaan staan. Maar na wat ik gisteren zag, zijn sommige plekken echt gewoon een stuk mooier dan de eerste keus. Ik denk dat de kinderen het best wel lastig vinden, hè, als je een plat kopietje op je bord hebt hangen, om daarbij te bedenken hoe het er daadwerkelijk uit gaat zien. Zij zien de rolletjes en één bloem. En ik denk naar het grote resultaat. Maar ik denk dat er vandaag veel trotse kinderen langskomen met ouders van, die heb ik gemaakt. En het grappige is dat ik de kinderen ook heb gevraagd om op de achterkant de naam te zetten. Niet iedereen heeft dat gedaan, maar ze kunnen dus aan de achterkant zien welke zij hebben gemaakt. Dus dat is ook nog wel leuk.